Hoi, mijn naam is Yannick Mertens. Ik ben 29 jaar en ik volg de opleiding tot fitnesstrainer A. Mijn introductie en mijn evaluatie is niet aan mijn les toegevoegd geweest, dus ga ik dit nog even kort toelichten hier. Ik heb gekozen voor de casus waarbij drie vrienden die reeds samen lopen en ook al aan fitness doen, graag onder begeleiding nog wat extra zouden sporten en een trainingsprogramma zouden willen volgen, in mijn ogen eventueel om hun hardlopen te verbeteren. En daar heb ik mijn training dan ook verder op gebaseerd. Ik heb me dus vooral gericht op het feit dat duursporters zijn en dat ze er ook graag zouden blijven. En daarom zit er in mijn training wel een aantal compound full body oefeningen. Alle spiergroepen komen uiteindelijk wel aan bod, maar het is toch hoofdzakelijk de benen en de core die iets meer aangesproken worden om zo uiteindelijk hun hardlopen nog te verbeteren. Ik heb bewust gekozen om van in het begin niet al te zware gewichten te gebruiken. Dit vooral omdat het de eerste training is en dat ik wil dat ze de oefeningen en vooral de bewegingen, de basisbewegingen, zoals een squat, op een technisch correcte manier uitvoeren en dan daarna kunnen we eventueel omhoog gaan. Op vlak van gewicht. En ook om het feit dat ik wil dat het een spieruithoudingsvermogen training is of circuit wordt. Ja, vooral in functie van het hardlopen. Om toch niet te veel in spiermassa aan te komen, wat niet bevorderlijk is voor lange duurlopen. Het belangrijkste voor mij persoonlijk op de eerste training was dat ze een fijne ervaring hadden. Het is tenslotte de eerste training die ze doen onder mijn begeleiding. Dus ze moeten een fijne ervaring hebben. Ze moeten wel uitgedaagd worden. Dus ik wil wel dat ze op het einde van de training zeggen van, dat ze gesport hebben, dat ze gezweet hebben, dat het de moeite was dat ze gekomen zijn en dat ze graag willen terugkomen. En dan vooral dat ze de bewegingen correct uitvoeren en een aantal basisprincipes meenemen voor de lessen in de toekomst, zoals een rechte rug en de buikspieren aangespannen tijdens het uitvoeren van de oefeningen. Na mijn training kon ik vooral concluderen dat ze het in eerste instantie heel fijn vonden. Dat zag ik ook tijdens het sporten zelf. Ze werden uitgedaagd. En ze waren vrij snel weg met de basisprincipes die ik hun meegaf. Dus op dat vlak kan ik al mijn korte termijn doelstellingen wel afvinken. Ze waren heel enthousiast toen ze naar huis gingen. Dus mijn korte termijn doelstellingen waren wel allemaal afgevinkt. Qua verbeterpunten vond ik vooral de locatie die ik voorzien had om mijn les te geven, was last minute toch niet vrij. En daar vond ik dan van mezelf in dat ik misschien wat tekortgeschoten was, omdat ik het nog beter had moeten opvolgen om te zien of het zeker vrij was. Ik heb dat wel snel geschakeld en het op een andere plek in de sportschool kunnen doen waar ik momenteel aan het werk ben. Maar dat was wel een verbeterd puntje ook. Het feit dat er nog iemand binnenkwam tijdens mijn les in die zaal was misschien ergens mijn eigen schuld wel, omdat ik een briefje of zo op de deur had kunnen hangen dat ik bezig was met mijn training daar. Allebei al geen onoverkomelijke dingen, maar wel zaken waar dat ik aan zou kunnen werken in de toekomst. Verder was ik, zeg het, blij dat mijn korte termijn doelstellingen vooral behaald waren en dat ze het heel fijn vonden. Dus op dat vlak is het wel iets waar ik op kan bouwen. Ze vonden de training heel gevarieerd, spiergroepen kwamen allemaal aan bod en ze vonden het een leuke opbouw. In het begin was het vrij conditioneel, niet echt op basis van kracht, maar gewoon van uithouding. Dus de intensiteit werd een beetje opgedreven. Daarna hadden we dan het circuit, waar dan al verschillende spiergroepen aan bod kwamen, maar toch vooral ook de beenspieren. En dan uiteindelijk hadden we nog wat stretches en een ademhalingsoefening, waardoor dat ze eigenlijk wel doorgingen. Ze waren tijdens de training heel intensief bezig en heel enthousiast, maar uiteindelijk gingen ze wel met een rustig gevoel naar huis. Rustig en tevreden gevoel. En dat merkte ik ook wel toen ze doorgingen en tijdens de training zelf. En dat vind ik op zich ook wel fijn, dat mensen ook wel niet overhyped naar huis gaan en dat ze wel op een rustige, fijne, gelukkige manier naar huis kunnen gaan. Dus al bij al was ik wel heel tevreden over mijn training, buiten enkele praktische zaken eventueel, wat ik wel op moet letten in de toekomst. Zo, ik hoop dat het een beetje duidelijk is waar ik voor
heb willen gaan tijdens mijn training. En ik vind het een enorm fijn tak en ik ben enorm blij dat ik de opleiding heb gevolgd en ik ga er zeker nog verder mee aan de slag. Ik ben momenteel aan het werken in de sportwereld, maar ik vond het zeker een verrijking om de opleiding te volgen. Tot ziens.